Die zijn goed bezig, dus ik denk, weet je wat, laat ik ook gaan verven. Een hele goede dag, dames en heren, en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag een super mooie dag. Het zonnetje schijnt. Ik heb een lekker ontbijtje voor mezelf gemaakt. En het is vrijdag. En vandaag is er een nieuwe video online gekomen van D-Reizen. En ik ben er ook super trots op hoe het resultaat eruit is gekomen. Echt, jongens. Ik ben zo blij dat ik aan dat soort dingen mee mag werken. En dat het allemaal gewoon heel tof verloopt. Misschien weten jullie het ondertussen wel. Maar een bedrijf wat heel belangrijk is in de wereld. Of heel belangrijk is in de wereld. Dat klinkt meteen zo heftig. Qua reizen was Thomas Cook. Is Thomas Cook. Die zijn failliet gegaan. En daar heeft D-Reizen ontzettend veel last van gehad. In de zin van, daar hebben ze best wel moeite mee gehad. Maar elk reisbureau heeft er ontzettend veel moeite mee gehad. Omdat er zo ontzettend veel bij komt kijken. Als mensen bij jou boeken. En dan een bedrijf failliet gaat. Dus je moet allemaal dingen moeten dan worden geregeld. En dan vind ik het heel erg tof en goed van ze. Dat ze het alsnog voor elkaar krijgen. Om dus een goede promotie te doen. En er dus voor te zorgen dat zo'n video die dus vandaag online komt. Vind ik heel erg knap, vind ik heel erg goed. En ik ben blij dat ik deel uit mag maken van zo'n bedrijf. En nu ga ik even lekker ontbijten. Ik heb een ontbijtje gemaakt. Ja, ik heb aardbeien gekocht, jongens. Hollandse aardbeien. Zo lekker. Ik ben dus nu net klaar met alles doen. En ik heb een nieuw video geëdit. Ik heb een lekkere ochtend gehad. Nu is het tijd voor mij om eindelijk mijn eigen kamer af te gaan maken. Het heeft een tijdje geduurd. Ik heb veel commentaar gekregen. Nu ga ik eindelijk mijn kamer weer netjes maken. En zo maken zoals ik hem wilde maken. Het idee erachter is dat het gewoon er nu niet uitziet. En ik heb gewoon vandaag de tijd. Morgen heb ik geen tijd. Overmorgen ook zeker niet. Want dan ben ik al richting Malta aan het gaan. Dus het leek me wel een goed idee om deze dag uit te kiezen. Om dat te gaan fixen. Dus ik heb nu dit bij. Dit is allemaal afval. Dus daar heb ik allemaal plastic in verzameld. En dat ga ik even weggooien en dan ga ik op het fietsje naar de Praxis of een van die winkels die verf verkoopt. Ik ga eens kijken wat ik wil kiezen. Nou, dit is best duidelijk toch, wat ik ga doen. Ik ga mijn muur verven. Ik ga even kijken welke kleur ik het liefste wil. Ik denk dat ik voor... Ja, of het wordt dus blauw, of het wordt dus een soort van donkerblauw. Ik weet niet precies welke ik ga kiezen. Misschien vind ik het ook wel vet om voor zo'n kleur te gaan. Voor dit. Bye. Ziet wel heel vet uit, maar ik denk dat het super licht is op de muur. Of gewoon iets wat een beetje... Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat ik gewoon voor een donkere kleur ga. Het is sowieso niet zwart. Want dat vind ik wel heel... Zwart is wel meteen heel heftig. Als ik voor zwart ga, is het meteen echt zwart-wit. Ik wil hem misschien iets lichter pakken. Dus dan zou ik op zich deze... Dus dit ziet er op zich wel goed uit. Nee, dit ziet er op zich wel goed uit. Ik denk dat ik voor deze ga. Ik weet het nog niet zeker. Maar ja, het ziet er op zich wel goed uit. En anders wordt het een... Het wordt sowieso geen zwart in ieder geval. Op een of andere manier moet ik altijd wel heel erg lachen om de termen die ze gebruiken hier voor verschillende kleuren. Bijvoorbeeld deze. Hier staat dan... Geniaal. Wat is dit nou weer voor naam? Geniaal. En heb je bijvoorbeeld... wat had je dan nou meer? Hier volgens mij ergens zou ik kunnen staan. Hier. Pikdonker. Wat is dit nou voor kleurnaam? What the fuck? Super raar. En Gobi grijs. Geen idee wat dat betekent. Muisgrijs. Perfection. Ik moet zeggen, ze doen hun best met kleuren. Maar ik snap hier helemaal niks aan. Ik vind het zo grappig dat die kleuren zo worden genoemd. Het is echt zo natte vingerwerk volgens mij. Die iemand denkt, nou, we hebben een nieuwe kleur. Wat gaan we voor kleur geven? Wat voor naam? Dit, flamingo. Ik dacht echt dat een flamingo roze was. Maar dat kan aan mij liggen natuurlijk. Ik ben er op zo'n punt gekomen dat ik denk bij mezelf, ik moet nog een andere kleur vinden. Maar dit was de eerste kleur die mij opviel. Source. En die leek me meteen super tof. Dus ik denk gewoon dat ik voor deze ga. Want er is eigenlijk er is wel eentje die ik kan kiezen. Maar uiteindelijk moet ik er toch één gaan kiezen die ik tof vind. En ik denk dat deze het tofste eruit ziet. Een soort van blauw... zwartachtig. Ja, en er kan muurverf van worden gemaakt. Dat is het belangrijkste. Daar, muurverf. A few moments later. Nou, het is gelukt. Ze hebben hem goed gemengd, jongens. Het is een ongeveer dezelfde kleur als die daar al op zit.
Dus dat is helemaal top. En meteen even dit erbij gehaald. En ik ga zo meteen beginnen met alles af te tapen. Want dat had ik de vorige keer niet goed gedaan. En daarom ziet het er nu in allemaal hoekjes. Ja, nou ja. Zo uit. En zo uit. En zo uit. En zo uit. Oh ja, en deze mannen hier, we zijn ook aan het verven. Die zijn goed bezig. Dus ik denk, weet je wat, laat ik ook gaan verven. Maar eerst even lunchen. Het is tijd om even alles aan de kant te gaan schuiven. Want die dingetjes kunnen van de muur af, gelukkig. Die kan van de muur af. Deze moet ook van de muur af. Kastje moet van de muur af. Stekker eruit. Alles aan de kant. Kranten neerleggen. En dan gaan we beginnen. Met die muur die je daar nu ziet. Opnieuw te verven. En beter te verven. Want het ziet er wel echt lelijk uit zoals je ziet. Ik hoop dat het straks gewoon netjes egaal is. Maar ja, ik ben geen beste schilder. Dus we gaan het zien of het gaat lukken. Ik kan jullie wel vertellen, ongeveer de helft van de tijd kost het om alles af te plakken. Van helemaal naar boven tot naar beneden en kranten neer te leggen en vast te plakken. En nu, na ongeveer een half uur, ga ik dan eindelijk beginnen met schilderen. Ik moet alleen dit ding even afhalen nog. Dat is misschien wel handig om dat even te doen. Oké. Zo, dit is gelukt. Dat was even spannend. We gaan beginnen. Oh, dat is niet leuk. Afplakken. Echt niet leuk. It's been a rollercoaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. I'm losing control. Klein deeltje van het ding hebben we gemaakt of hebben we geschilderd. En hoe het er nu uitziet, ziet het er prima uit. Je ziet wel wat oneffenheden, maar daar heb ik net allemaal geverfd. Dat gedeelte is dus veel natter nog dan de rest. En ik moet zeggen, het ziet er niet slecht uit voor een amateur. Het had beter gekund natuurlijk, maar die andere zag er wel echt heel lelijk uit. Hier nog even een terugblik. Opnieuw te verven en beter te verven, want het ziet er wel echt lelijk uit zoals je ziet. Ja, dan ziet dit er wel echt een stuk beter uit dan dat het er straks was. En al die uitschieters daar en daar, dat zit allemaal op de tape. Dus daar ben ik heel blij om. Nu, ga ik even dropjes eten. Filmpje kijken. Ja, een YouTube filmpje kijken. Denk een vlog of zo. Een vlog van Enzo of ik wat. Of gewoon überhaupt een video van iemand. En dan kijken hoe het is opgedroogd, hoe het eruit ziet. Ik zet even het raampje open hier. Oh. Zo. Die is open. En dan gaan we eens even wachten tot het een beetje opdroogt. Ik hoop dat het goed komt. Ik hoop het echt. Dan ziet mijn kamer er meteen een stuk beter uit. A few moments later. Dit is een één grote teringbende natuurlijk. Maar ik ga nu wel er tegenaan schuiven. Want als het goed is, ziet het er nu een stuk beter uit dan het was. Op beeld trouwens. Voor jullie ziet het er zo uit. En voor mij, in mijn ogen, ziet het er zo uit. Dat is een groot verschil, hè? Zo ziet het er een stuk beter uit. Maar ik ga het nog één keertje doen hierna. Maar dan met een andere roller. Zodat ik dus zeker weet dat het allemaal goed komt en zo. En ik heb nog genoeg verf gelukkig. Dat scheelt wel. Ik heb ongeveer de helft gebruikt. Dus die ga ik nog één keertje doen. Maar dat doe ik volgende week ergens. Zodat het nu allemaal goed op kon drogen. En dan ga ik nu alles weer even terughangen. En dicht doen. En opruimen. En zo hangt het allemaal weer. Jazeker hangt het allemaal weer. Helemaal top, jongens. Het is wel echt veel mooier dan het daar straks was. Ik heb dat dingetje laten hangen trouwens, de tapejes. Zoals je ziet. Omdat ik dus volgende week verder ga. En anders moet ik al die tape, moet ik dan weer opnieuw gaan ophangen. En misschien, als je het nog niet weet, hè, ik ga overmorgen naar Malta toe. Want ik heb het ondertussen nog niet vaak genoeg gezegd. Dan heb ik daar geen last van. Want ik hoef letterlijk nu nog alleen vannacht te slapen. Oh, wacht even hoor. Kijk eventjes hoe lief die hond is die daar loopt. Wauw. Een hele lieve kleine labrador. Oh, zo schattig. Zo ontzettend schattig. Ik ben dus over 2 dagen ben ik weg. Dus ik slaap vannacht nog hier. En morgen nacht. En dan ben ik dus gewoon voor 4 dagen weg. Dus ja, voor mij heeft het helemaal geen nut om dan dat weg te gaan halen. Want ik heb er niet echt last van. Dus, dat is één ding wat ik wilde zeggen. De andere ding is, ik ga nu eventjes kijken wat ik kan gaan bestellen. Ik heb heel veel zin om eten te bestellen. Dus ga ik dan ook doen ook. Lang niet gedaan. Moet ik ook eerlijk zeggen. Echt lang niet gedaan. Vorig weekend heb ik pas weer gedaan.
Toen ik dat was, heb ik dat gedaan, dus dat is op zich chill. En nu dus even kijken wat ik ga bestellen. Ik gok dat het of een burger wordt, of het worden ribs. Lastig, lastig. Maar, oh, ik heb wel honger, zoals ik hoor. En zoals jullie ook horen. Oh, jazeker. Het is geworden. Ja, dat zie je al, hè. Ribs Factory. Ribs Delivery. Best in town. Lekkere frietjes. Ze zijn nog warm, dat is heel fijn. En... goeie sperrit, ouwe. Jezus. Jezus, wat ga ik hiervan genieten. Echt heel lekker. En hieronder zit altijd heel chill. Zo'n doekje. Oh, even helder naar beneden gooien, want anders gaat hij helemaal niet scherp stellen. Zo'n doekje om je handen schoon te maken, want anders worden je handen... kun je naar de hand je handen niet schoonmaken. Of nou ja, ik ben thuis, dus op zich kan dat makkelijk. Maar dat terzijde. En hier zit ook altijd saus bij. Als het goed is, er zit knoflooksaus, mayonaise en nog een of andere rauwkoolsalade. Maar hier doen we natuurlijk voor. Jezus, wat is dit lekker. Oh, ik ga even lekker genieten. Het is nu 10:30, maar ik ga nog even één filmpje kijken en dan ga ik lekker slapen. Dus bij deze wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video om 4:30. En laat ik jullie zien of de muur echt helemaal goed is opgedroogd. Want na een nachtje zie je dat een stuk beter. Ik zou zeggen, later.